Nou, we zijn hier bij Dickie Oele. Die verzamelt eendjes. En Dickie, hoe is het begonnen? Met welke eend is het begonnen? Met deze is het begonnen. We kregen toen we bij een huwelijksreceptie weggingen. En daar zat een kaartje in. En daar stond op, dankjewel voor jullie bezoek. Oh, wat leuk. En hoe lang is dat geleden ongeveer? Weet je dat? Ongeveer? Nou, ik denk 30 jaar. 30, ja. Zeker. En in 30 jaar, toen ben je begonnen met verzamelen van eendjes. Ja, en heb je jouw hele verzameling opgebouwd. En hoeveel heb je er nu op? Rond de 1000. Zo. Ja. En ik heb altijd gezegd, als ik er 1000 heb, stop ik. Maar dat is heel erg moeilijk. Dus daar stoppen gaat er niet. Nee, dat gaat en dan heb je daar het begin. En hier heb ik een priegeltje. Dat is de kleinste van de verzameling. Zo. En hoe kom je daaraan? Gekocht op een creabeurs waar ze ook meubeltjes en dingetjes hadden voor een poppenhuis. Ja, natuurlijk. Goh, geweldig. En dan hebben we hier op tafel hebben we eigenlijk een beetje een doorsnee uit jouw verzameling van alles wat. Ja, verschillende materialen, maar ook een beetje leuke afwijkende dingetjes. Wat, kijk, dit vind ik gewoon een geinige eend. Ja. Met een reddingsboei. Ja. Ja. Leuk. En deze, die zit dus heel anders. Ja, die zit op de rand. Ja, die is en heb je er hier een van stro? Dat is mooi. Stro, mooi. Hout, speksteen, veertjes, stof. Dat is ook mooi, hè, deze met die veertjes. Ja. Ook prachtig, hè? Ja. Heel mooi. Een houten servetring. Oh ja. Oh, is die ook van hout? Ja, die is van hout. Ja. Een spaarpotje, heel kleintje. Spaarpotje, kijk. Kan niet veel in, hoor, een spaarpotje. Nee. Kun je niet rijk worden van deze. Nagelborsteltje, zeg maar. En hier een plexiglas. Plexiglas, ja. Nou, heel leuk. We gaan het mooi opstellen in de vitrine in het museum.